Even stemmen. Voor sommige kunstminnaars om uit het hoofd te leren. In een groot huis het goed en knus te hebben. De vloed der kunst tot vijver laten ebben, waar men graag spelen vaart. De kunstenaars vliegenplaag, goed voor armoes spinnenweppen. Ja, je Siep van den Berg, als schilderende weg zonder daar eigenlijk erg in te hebben, kom je in een hoek terecht. Ergens in een hoek die jou het meest past, die jou het meest lijkt. He? En nou, ik vind eigenlijk zo'n vraag overbodig. Je moet eigenlijk, als je het werk gevolgd hebt van naturalisme, zoals we hier nu aan het praten zijn, tot aan de abstracte dingen, dan moet je eigenlijk uit het werk kunnen zien wie ik ben. Ik vind het maar moeilijk om dat te zeggen. Ik weet wel wie ik ben. Ik roep mezelf geregeld bij mezelf op het matje. Bij alles wat ik doe en wat ik denk. Maar geef daar nou eens een antwoord op. Siep van den Berg is een schilder van nu, zou ik zeggen. Dit laatste schilderij, daar ben ik zelf erg opgesteld. Dat is een portret van mijn toenmalige vrouw, Fietje Werkman. Die zit hier te lezen. En dit is nog weer verder van de natuur af en nog meer in de fantasie gedaan als dat theepotje op dat stelletje. Dit is een synthese van een doordenken, een je bewust maken waar je mee bezig bent op het gebied van schilderkunst. In 66 werd ik ziek. Ik raakte binnen 3 dagen met hevige koorts totaal verlamd. Ik ben dan in het ziekenhuis terechtgekomen in de Overtoom. Daar heb ik 1 jaar gelegen. En daarna nog 1,5 jaar in de revalidatie. Na mijn ziekte, een periode van ongeveer 11 jaar, voordat ik weer begon, met dat nieuwe begin is mijn werk totaal haaks geworden. En verder heb ik me natuurlijk in die tijd juist meer bewust gemaakt wat ik eigenlijk wou, wie ik eigenlijk was. En dit kantoor, dat heeft mij nou toch wel ontzettend veel plezier gedaan dat ik het in kon richten. Omdat je hier helemaal de vrije hand kreeg, hè? Ik vind dat in een modern interieur, niet alleen in een kantoor als dit, maar in een werkelijk modern interieur, dus niet een interieur à la oma of overgrootmoeder. Maar in een modern interieur hoort dit soort kunst. Er hoort niet een gouden lijst met een schip op de golven of een schaal met fruit. Die staat waarschijnlijk wel op een tafel of op een schoorsteenmantel, een staal met fruit en dat is echt, niet? Het hoort zo'n schilderij niet. Deze schilderijen horen in deze tijd, niet? En ja, ze zijn hem naar te kijken, dat is waar. Ik vind dat de taak van de kunst, dat is om de mens zijn eigen grootheid te laten beseffen, waar hij zelf meestal geen erg in heeft, dat hij die in zich heeft. En dat doet de kunst. Tenminste, dat is het poken, het trachten van de kunst. Verder vind ik dat een schilder iets maken moet om een beetje helderheid, een beetje duidelijkheid te brengen in dit leven.
Want het is een troebele boel, het leven in doorsnee. Met schilderen, maar ook met muziek, met literatuur, met poëzie, kun je veel vaak verhelderen van de dingen om je heen waar je anders geen besef van krijgt. Weinigen, constructivisten, nee, je kent elkaar nauwelijks, tenminste ik niet, ik ken de anderen niet. Maar je bent ongeschikt door de aard van je werk al om bijvoorbeeld lid te zijn van een vereniging. Je werk hoort er niet tussen, je werk valt eruit. Doorsnee schilder, die haalt ook zijn schouders op hoor, als ze je naam horen. En dan zeggen ze, nou ja, die blokjes schilder. Wat dat betreft heb ik, dat was het dat. Wat dat betreft... heb ik een keer heel direct een gedicht geschreven. Ik stond op een eenzaam punt. Geen voor- en geen achtergrond meer. Niets dan het grijze niets. Toen stak ik de hand in mezelf en vond een lege hand. Maar tegen een staalblauwe lucht stond vier keer met een verwaaiende stopwoldraad straaljagerstreep. Aanvaard dat dit leven eenzamer is dan het graf. Het is niet belangrijk wat een kunstenaar doet, wel wie hij is en hoe hij denkt. Van Picasso is de stelling, kunst is in wezen heel eenvoudig. En dit is zeer waar, omdat Picasso dit met zijn werk bewees. Hij bewees met zijn werk dat hij zag wat hij dacht. Kunst is dus meer een mentaliteit dan een realiteit. Realistische schilders schilderen dan ook allemaal min of meer gelijk. Men kan met zijn mentaliteit ergernis wekken. Dit is op elk gebied te merken. En het is dan ook niet zo moeilijk om te constateren dat moderne kunst provocerend is. Hier ligt ook het motief van afwijzen en niet erkennen. Iets nieuws is altijd provocerend, omdat men zojuist met de grootste moeite aan het vorige zich aanpaste en nu begint het gesodemieter opnieuw. De eigen mentaliteit handhavend en daardoor een eigen smaak, zijn eigen stijl ontwikkelen, houdt in dat men provocerend, ergerniswekkend overkomt, waarvoor men de rekening krijgt gepresenteerd. Denk alleen maar aan de grootsten door de eeuwen. Titiaan, El Greco, Goya, Rembrandt, Vermeer, tot Cézanne en Van Gogh, Klee, Picasso en Mondriaan. Nogmaals, het belangrijkste is de mentaliteit. Zolang die verrassing er is, zolang blijft het spelletje ook boeiend. He? Als het mij niet meer verrassen zou dat ik een ding onder handen heb, dan geloof ik niet dat ik het volgende ding zou maken. He, dat is het boeiende. Dat doet je door blijven gaan. Dat is ook de kwestie dat je erin gelooft. He, ik had de enige tekenleraar die ik op een avond nijverheidsschool gehad heb, dat was Jan Alting in Groningen. En die zei, 20 jaar nadat ik zijn school verlaten had, kwam hij op mijn atelier en zei, je was nog geen 10 minuten bij mij in het leslokaal, of ik dacht nou van de 80 jongens die ik onder andere gehad heb, ben jij de enigste waarvan ik denk dat wordt een schilder. En dan keek hij rond in mijn atelier, zag cubistische dingen en zei, maar als je meent dat ik dit mooi vind, dan ben je mis. Ik vind er geen reet aan. Maar ik word ook ouder, zei hij dan. Dan zei ik, maar je gelooft dan nog wel in je eigen werk? Nee, zei hij, dat is het drama juist. Daar ben ik al 10 jaar kwijt dat ik in mijn eigen werk geloof. Ik schilder nog wel een schilderij af en toe. Maar geloven doe ik er echt niet meer in. En ik zie wel aan deze dingen dat jij er nog wel in gelooft. Het is heel grappig. Want ik geloof dat je alleen maar door kunt gaan zolang je erin gelooft. Het is niet iets waar iemand op zit te wachten.
of waarvan je zegt, nou, ik maak het maar weer klaar en ze nemen het wel af. Het tegenovergestelde is waar. We menen dat we doen, dat is een van mijn stellingen, maar dat wordt met ons gedaan. Ik ben de grootste agnosticus die er bestaat, niet? Ik vind de mens die in God gelooft net zo dom als een mens die hem afwijst. Niet? Ik weet het niet. Dat feit alleen al, dat verklaart misschien waarom ik zonder dat ik mij dat bewust ben toch iets wil en doe. Ieder schilderij, dat maakt mij nieuwsgierig naar het volgende. En dat is een kwestie van dat ik daarom ook opnieuw weer begin. En doordat ik zo nieuwsgierig naar het resultaat ben, dat het mij niet loslaat. Dat ik eigenlijk een beetje zo dag en nacht ermee bezig ben. Als ik een gedicht lees, een gedicht wat mij bij de strot grijpt, zeg ik dan altijd, dan heeft dat zich in mijn geheugen gekerfd. En als ik het eerste woord mij herinner, dan kan ik het gedicht opdreunen. Dat heeft te maken, denk ik, met mijn eigen werk. Ik voel mij ook gesteund door moderne dichters, ook door moderne muziek. Dat wat ik wil in vorm en kleur is eigenlijk hetzelfde wat een dichter wil en doet in woorden. Wat een componist doet in geluid. Hè? En ik denk dat, omdat mijn werk heel ritmisch is, dat ritme, ook in muziek en ook in poëzie, dat doet mij die dingen makkelijk onthouden. Meen ik tenminste. Roland Holst. De Vagebond. Zij wikken en wegen hun geld en hun god en kanten zich tegen mijn vluchtige lot. Omdat ik mijn handen en ogen leeg door hun landen ronddroeg en zweeg in hun geschillen en ging als blind om den eenzame wille van sterren en wind. Toen ik tegen Roland Holst zei dat gedicht herken ik mijzelf helemaal in, toen zei hij, daar moet iedere kunstenaar zich in herkennen die rechtop in zichzelf staat. Toen heb ik hem gevraagd, wanneer is het gemaakt? Toen zei hij, ik heb het geschreven in 1913. Ik zeg, dat is mijn geboortejaar. Hij zei, dan heb ik het voor jou geschreven.